opening van de visrokerij Kommerwijnen is natuurlijk een mijlpaal. Niet alleen voor het ministerie, maar voor de gehele Surinaamse samenleving. In het bijzonder de visserijsector, de gemeenschap van Kommerwijnen. Het biedt de vissers de mogelijkheid om hun verdiensten te verhogen. Zij zullen in de gelegenheid gesteld worden om hun vis die ze dan kunnen aandragen bij de visrokerij te kunnen roken. Natuurlijk tegen een betaling van een fee zal het gebeuren. We moeten dit natuurlijk koesteren. Het is en past binnen het beleid van het ministerie dat wij ondernemerschap stimuleren en vooral value adding. Momenteel gebeurt er heel weinig aan value adding in de visserijsector. En juist met die verdere verwerking van onze vis en garnalen kan er veel meer verdiend worden. Dus die mindshift moet ook nog gemaakt worden bij de sector. Dat zij nu wel moeten overgaan tot verdere verwerking van hun producten. En zodoende het maximale kunnen verdienen met onze vis en garnalen. De visrokerij, de opening hiervan, is een lang gekoesterd droom geweest. Sedert wij feitelijk in 2007, als ik het goed heb, feitelijk verboden waren om vis, grote vis dan te exporteren naar de EU. Dus we zijn echt verheugd dat het eindelijk tot zover is gekomen. Vissers hebben altijd, toen de tijd, als ik gaf net het voorbeeld aan, voor 2007, konden wij feitelijk gladde vis voornamelijk afzetten om gerookt te worden en dan geëxporteerd te worden. Natuurlijk kregen we ook veel betere prijzen, want de prijzen in het buitenland waren euro's en US dollars. Momenteel zijn wij nu helemaal afhankelijk alleen van de lokale productie en de lokale afnemers die dat vis van ons afnemen. Dus waardoor de prijzen ook een beetje gekelderd zijn. Dus met de komst van deze project dat afgerond is nu, hopen wij dat wij weer gecertificeerd worden om zo spoedig mogelijk weer dan vis te exporteren naar de EU. Hier hebben wij nu net een visrokerij geopend, welke gefinancierd is door de Bolivariaanse Republiek in Venezuela. Het proces is begonnen 12 jaar geleden, dus daarna een heel poos stopgezet geweest. We hebben het weer opgepakt als ministerie en nu na 2 jaar mogen we de opening verrichten. Voor de gemeenschap betekent het natuurlijk een aanwinst, want zoiets op een moderne manier, welke voldoet aan de internationale regels, bestaat niet momenteel in Suriname. Maar de bedoeling hier is dat wij de vissers en de verwerkers hier trainen in het roken van vis op een moderne manier en hun exportready maken. En zij die ook wensen te investeren, we zullen kijken van hoe wij hun daarbij zouden kunnen ondersteunen. In elk geval, de know-how is al aanwezig. Onze mensen zijn reeds getraind geworden door buitenlandse trainers. En we kunnen, denk ik, als wij zo doorgaan binnen een paar jaren, als de markt het toelaat. En de markt nog in het buitenland, tenminste Europa, moet nog geopend worden, weer heropend worden. Dan denk ik dat wij een goede start kunnen maken met de exporten richting Europa. Maar Caribbean mag wel, dat kunnen we doen. Amerika, dat mag wel. Dus ik denk dat we hier voorlopig genoeg huiswerk hebben om te maken. Thank you.